welkom en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag, echt waar, het is woensdag. Ja? Zeker weten dat het woensdag is? Het is echt woensdag mensen, zelfs Arja piept het. Mocht je horen Arja, het poezekind, geheel afhankelijk of mevrouw er zin in heeft of niet, dan komt ze assisteren. Kom je assisteren? Kom je niet assisteren? Mocht je denken, ik hoor iets in een doos springen. Dat klopt, want ze heeft een aardige doos ingepikt. Hij is wel leeg, maar goed. Ze heeft ook de eigen Sensi-doos. En achter mij staan ook wel wat. Dus de komende dagen zal er denk ik genoeg gevlogd worden. Oh, kijk mensen, Arja komt helpen assisteren. Het is vandaag woensdag. Normaal gesproken heb ik een nieuwe warmer, maar dat heb ik dit keer niet. Nu is afgelopen maandag wel de najaarscollectie gelanceerd, eindelijk. Dat had wat vertragingen in de weg. En in de najaarscollectie is opnieuw de mummy warmer uitgebracht. En normaal gesproken unbox ik dat. Maar helaas, dat kan ik nu niet doen, daar ik hem zelf vorig jaar al tot mijn beschikking had. En ik zie wat ik nu ook vergeten ben. Dus ik ga dat heel even. Ik ga jullie heel even pauzeren. En dan ga ik dat heel even pakken. Zodat ik ook in ieder geval dadelijk de mummy warmer qua verlichting ook aan jullie kan laten zien. Want dat was de bedoeling. En al dan niet geassisteerd met en door deze dame. Dus twee tellen. Ik ben zo bij jullie terug. Zo. Dat was twee keer twee tellen. Inmiddels probeert Arja, geloof ik, de waterbak te sluiten. Je kan wel gewoon drinken. Oké. Echt. Af en toe. Mensen. Echt. Het is een bijzonder portret. Ik trouwens geloof ik ook wel. Daarom passen ze zo goed bij elkaar. Ik was even vergeten mijn tafelbasis te pakken. Anders kan ik hem natuurlijk niet goed aan jullie laten zien. Sorry. Ik denk, ik doe het even vlug, maar haastige spoed. Ik leer het ook nooit, is zelden goed. Maar zoals gezegd, vorig jaar al de mummy warmer gekocht. Puur omdat ik hem gewoon echt zo super vond. En vorig jaar had ik dus plaatjes ervan gezien. En hadden ze dat ook in Amerika, want ik heb ook verschillende vloggen ervan gezien. Ja, van gekleurde lampjes. En het was echt zo gaaf, mensen. Uiteindelijk heeft een medeconsulent een verzoek ingestuurd bij Sensi. En die was trouwens niet de enige. En wel meer Europese landen was het verzoek ingestuurd. Om ja, toch een hergekleurde lampjes te regelen. En het leuke is eigenlijk dat Sensi daar gehoor aan heeft gegeven. Ik stop hem heel even op de tafelbasis. Je kan ervoor kiezen om hem als tafelbasis te bestellen. Dan kost hij €44. Gewoon als stekkermodel kost hij €29. En al zou je hem aan zou zeggen doen, ziet hij er zo uit. Dan doe ik heel even de verlichting uit. Zo. Dan kan je ook zien dat hij, normaal gesproken komt hij met een neutraal lampje. En ziet hij er zo uit. Ja, ik vind hem zo verschrikkelijk leuk. En dan moet ik ook wel zeggen dat ik ook wat met Halloween heb. Dus ja, zo leuk. Maar nog leuker is dat Sensi afgelopen, even kijken, september met de lancering van de najaarscollectie, gekleurde lampjes heeft geregeld. Dus in plaats van een neutraal lampje, kunnen we kiezen uit gekleurde lampjes. Ik doe trouwens even in de tussentijd weer de verlichting aan. Hoppa. Zo. En ja, zo verschrikkelijk leuk. Doe die alvast even uit, want anders brand ik dadelijk mijn vingers. Dat is niet de bedoeling. Het leuke vind ik echt dat we nu de gekleurde lampjes hebben in 15 watt, 20 watt als 25 watt. En
Daardoor kan je de mummy of een andere mini-warmer die bijvoorbeeld de wit als basis heeft, daardoor een... Au. Ja. Heel even voorzichtig het lampje proberen eruit te draaien, mensen. Want dat, ja, Arja komt wel assisteren, maar dat doet ze niet, lampjes te indraaien. Sensi heeft dus 5 verschillende kleurtjes naast neutraal licht. Dat is onder andere oranje-geel. En als je dat lampje dan hebt, ik haal hem heel even uit de verpakking, dan ziet dat er zo uit. Dan hebben we rood. Zo. Dat ziet er, als je het uitpakt, er zo uit. Dan hebben we even spieken. Blauw. Groen. En het fijne is ook, dus als je bijvoorbeeld de Villains warme hebt, die wordt standaard geleverd met een groen lampje. Dat stel als, weet je, dan hoef je niet zozeer een consulent aan te schakelen of de consulenten of de klantenondersteuning te bellen. Je kan nu ook gewoon een groen lampje nabestellen. Dus dat is, ik vind het wel heel erg kick. Het groene lampje. En dan hebben we nog een paars lampje in de aanbieding. Zo. En als je dus dan gaat kijken, als je dan dus hele leuke speelse warmen hebt, want daarom zijn de gekleurde lampjes juist zo leuk, vind ik. Dat was, vind ik dan, hè. En je doet hem dan het gekleurde lampje in je warmer. En je doet dan de mummy warmer eroverheen. En je doet hem dan aan. En dan moet ik wel zeggen dat, ik zal even weer het licht uit doen. Hoppa. Dan met oranje licht ziet je mummy er ineens heel anders uit. Dit is dan het oranje licht. En dat is een wat warmer licht dan de neutrale kleur, zou ik maar zeggen. Als ik kijk naar de rode lamp, draai ik dit nu even in het tafelmodel. En we doen de rode lamp aan. Dan ziet je mummy er ineens wat rozig rood eruit. Zo. Met blauw licht. En we doen er wat op aan. Ziet je mummy. Dan moet ik wel zeggen dat als ik dat zo zie, de blauwe verlichting iets minder duidelijk zichtbaar wordt dan bijvoorbeeld de rode lamp. En misschien is het eigenlijk nog wel net voor het mooie te licht. Waardoor het niet helemaal uit de verf komt. Dat kan natuurlijk ook. Want wat dat betreft hebben we echt nog steeds een hele prachtige dag. Een paars lampje. Zetten we dit er heel even op. En doen we hem aan. Dat is ook niet heel... Hij is wel wat donkerder dan het blauwe lampje. Maar dan nog niet helemaal duidelijk. Jammer genoeg. Zo. Zou je bijvoorbeeld de alabaster warmer hebben, dan wordt het wit keramiek, krijgt dan ook een kleur. Maar dat laat ik dan nog een keertje in een andere vlog zien. Maar voor nu gaat het eigenlijk even om de mummy warmer en met behulp van de gekleurde lampjes. Wat je met de mummy warmer zou kunnen dienen. En dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld met de Jack Skellington mini warmer, die ook nog steeds beschikbaar is. Maar mensen, ik wilde heel erg graag vorig jaar groene lampjes. Dat hadden we toen niet. Dat hebben we nu wel. En moet je eens kijken hoe leuk de mummy warmer dan wordt met een groen lampje.
ik vind hem zo leuk daardoor. En ja, dan moet ik ook wel zeggen dat de mummy, het groene lampje, het leukste is. Dus, en zoals ik zeg, hij is nog steeds beschikbaar in de store van magischegeurtjes.sensi.nl. En behoort tot de najaarscollectie. Dus als je kijkt op je menu, dan klik je aan Sensi, de menubalk. Ga naar collecties of als het goed is, zie je dat ook gewoon in het midden van het scherm de najaarscollectie gelanceerd. Ga dan naar collecties, najaarcollectie. En tussen de verschillende spullen, waaronder de geurbloemen, verzorgingslijnproducten, schoonmaakproducten, geurwax, pots, vind je dus ook een aantal fantastische najaarwarmers. Al dan niet voor Halloween, al dan niet voor de Nightmare Before Christmas lijn. En daartussen vind je dus de Mummy Warmer. Niet dat die heet de Mummy Warmer, want ik noem hem de Mummy. Officieel heet die Under the Wraps. Dus onder Under the Wraps vind je hem dus. Kan je hem dus bestellen als tafelmodel en als wandstekkermodel. En je vindt hem dus met een gewoon lampje. Dus niet, want wil je hem ook echt een kleurtje geven, dan moet je even kijken bij accessoires. En dat eerst valt onder het kopje warmers. Accessoires en daar vind je dan weer de gekleurde lampjes. Ja, zelfs de groene is Arya approved, dus Arya goedgekeurd. Dus ja, die mensen, ik vind hem zo leuk, hè. Ik ben er zo blij mee dat ik nu groene lampjes heb. Je wil niet weten hoe, ik vind het echt zo leuk. Ik ben er ook echt zo blij mee dat we ze hebben, want daardoor kan je zo speels met je warmers omgaan. En daardoor krijgen je warmen dan net even ander karakter, een andere boost. En dan stel als je een gewoon gekleurd lampje erin draait. En ik vind hem in het groen, vind ik persoonlijk, de Mummy Warmer of de Under the Wraps Warmer het leukst. Ik vind hem helemaal super. Ik ben er zo blij mee. Dus ja. Dat gezegd hebbende, doe ik weer even het licht aan. Als die wil, tenminste. Zo. En hoppa. Dan is het weer wat rustiger. Mocht je nog vragen hebben over deze warmer voor in de reeks Warmer Woensdag, kan je altijd een pb'tje sturen, een berichtje, WhatsAppje als je mijn telefoonnummer hebt, of een mailtje, of via www.magischegeurtjes.sensi.nl. Gewoon via de site even een berichtje sturen. Laat het me gerust weten. Als je denkt van, hey, aan deze informatie heb ik wat gehad, geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Of indien je zoiets hebt van, joh, ik word graag op de hoogte gehouden van alle nieuwigheden die ik dan wel vlog. Want natuurlijk, er zullen wel vlogs gaan volgen. Want mijn Sensi Club abonnement is van de week binnengekomen als de uitverkoopbestelling die ik had gedaan is eindelijk in twee delen binnengekomen. Dus zal ik al dan niet samen weer geassisteerd worden door Arya van de week gaan vloggen. Dus ja, mocht je denken van, goh, hey, helemaal tof, zou ik het leuk vinden als je abonneert op het kanaal van Magische Geurtjes. Ja, hè? Maar goed, dat gezegd hebbende, de Under the Wraps Warmer mensen, nog steeds verkrijgbaar via de najaarscollectie van Sensi, die dus afgelopen maandag gelanceerd is. Dus ja, ik ben zo blij. En daar vind je dus de warmer. En via de tabblad warmers vind je de accessoires. En daar kan je dus de lampjes, al dan niet de gekleurde lampjes, in alle maten, in de kleuren verkrijgen. Voor nu, het is heerlijk weer. Geniet ervan. Maak er nog even wat moois van vandaag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes. Doei doeg.